Bart is alvast de hele kast aan het leeghalen en organiseren voor de boodschappen straks. Dus dit hebben we nog. Nog superfoods en noten en zaden. En terwijl we boodschappen doen voor de recharge, gaat Bart ook even duurzaam chargen. Alleen dit is geen supercharge. Van het 7-day recharge programma krijg je een gehele boodschappenlijst waar alles in staat wat je nodig hebt voor de hele week. Elke avond maak je een super gezond recept. Daar staan we dan om 7 uur 's ochtend. Oh nee, het is nu 7:30. Oké, de dagopdracht van vandaag is een uur sporten. Haha, met makkelijk. Yeah. Want dat doe ik toch al elke maandag. Ik had dat je niet tegen paal op. Ja, bijna. Ik stond echt voor een paal. Ben je de voorpaal of een tegenpaal? Nee, dat is onderlicht. Neem je handen mee omhoog, maak je lengte en over je rug. Zet aan, ik mis mijn koffie. Ik heb nu al hoofdpijn. Ik heb echt ik ben echt super brak. Ik heb eerlijk ben. Zo. Nou, daar gaan we dan. We hebben deze ochtend thee, geitenmelk, geitenyoghurt, banaan, havermout, kaneel en kokos. Ik ben heel benieuwd. Heb je genoeg kaneel, schat? Ja, ik hoop het. Ik denk echt dat het een koffie is. Daar snak ik echt naar. Heel erg snak ik naar koffie. Maar er is nog een ding. En dat staat hier helemaal los van. Het vriest weer heel erg. Het wordt hier in huis dus ook gewoon echt niet warm. Niet gewoon. Echt rete koud. Tussendoortje. Ja, ja. Ik had ineens een ideetje. Pindakaas. Ja, ik heb nog deze. Waar is die? Deze pindakaas. Die mag ik. Ja, thanks to de pindakaaswinkel heb ik deze nog. Hier dus gewoon. Aan tafel. Met niks. Geen telefoon, geen computer. Normaal neem ik dus gewoon dit eten mee. Achter de computer en dan werk ik door. En dit is echt even. Ja. Moeilijk om mezelf. Echt zo. Alleen aan tafel. Te vermaken. Of gewoon alleen met eten bezig te zijn. Ik ben eigenlijk altijd en met eten bezig en met nog andere dingen tegelijk. Ik dacht, misschien ga ik even een powernap doen, maar toen was ik vergeten dat ik vanochtend had besloten om mijn hele kledingkast leeg te gooien op mijn bed. Omdat ik dacht, dat ga ik vandaag allemaal even lekker opruimen. Oké, dagelijkse hoeveelheid aan beweging. Het moet dus 30 minuten zijn. Nou, dat is appeltje eitje, want ik fiets elke dag om mijn dochter op te halen van school en weer terug te brengen en alles. En dat is bij elkaar zeker een 30 minuten. Ik dacht dus even, toen ik Jola naar Turnhout had gebracht, dacht ik, laat ik nog even wat extra fruit halen. En ik wilde eigenlijk morgen naar de markt gaan. Voor fruit, omdat dat zo super duur is. Maar ik kwam langs een andere winkel en daar ben ik nog nooit naar binnen geweest. Het heet Ali's Supermarkt. Maar ik liep er langs en zag ik deze bakken liggen. Blauwe bessen. Voor 1,50. Zo'n bak zag ik serieus gisteren in de Albert Heijn voor, wat was het, tussen de 4 en de 6 euro zoiets.
Dus echt beter. Het ziet er heel gezond uit. Oké, even een update. De laatste update van deze maandag. Ik verga van de koppijn. Ik kom net terug van yoga en ik kon echt niet normaal trainen. Omdat ik gewoon, nou ja, trainen. Ik kon niet normaal yoga, omdat ik gewoon zo'n steken heb in mijn hoofd. Dus we gaan nu de honden uitlaten. En dan gaan we gewoon meteen naar bed. Dag. Fit. Al die dingen en opdrachten, ik zie het morgen wel weer. Hallo, goedemorgen. Eens kijken of we een mailtje hebben met een nieuwe dagopdracht. We moeten nog wel zo even aanvinken wat ik gisteren al heb gedaan. Let op je borst en je buik. Waar gaat je hand omhoog? Op je buik of op je borst? Oké, even de opdrachten voor vandaag doornemen, want gisteren lukte het me niet meer om het af te maken in de avond, omdat ik gewoon zo'n hoofdpijn had. Dat ik eigenlijk gewoon na de yogales niks meer kon. En ik vond het ook een beetje lastig, omdat er staat dat je dus tot 8:30 maar op een beeldscherm mag kijken. En om 8:30 begon mijn yogales. En voor die tijd was ik heel druk met Yola naar bed brengen. En dan heb ik ook altijd even tijd en aandacht voor haar nodig. En toen was het alweer, had ik echt even wat tijd over. En toen zag ik ineens die opdrachten staan. Ja, en dat was dan eigenlijk al te laat. Dus ik ga nu alvast even naar de opdrachten voor morgen kijken. Oké, vandaag 8:30 eerder opgestaan. Yes, gedaan. Ochtend yoga, meditatie. Yes, gedaan. Een verkwikkende douche. Ja, heb ik gedaan. Ga ik ook zo doen, ja. Na mijn ontbijt. Hele dag gezond eten en aan je recharge menu houden, ja. Oké, wat moeten we verder doen vandaag? Ademhalingsoefeningen, dat is de dagopdracht. Dat heb ik vanochtend met Yola al gedaan. Yola vindt het heel leuk allemaal. Mijn conclusie van deze twee eerste dagen van de 7-day recharge is dat je dus eigenlijk, in ieder geval ik, eigenlijk maar één dag nodig had van hoofdpijn om een beetje af te kicken van de koffie. En verder voel ik me vandaag echt helemaal super. Ik maak het lekker gezellig in huis voor het eten en ik heb overal gewoon zin in. Oké, mensen. Lekker! Je hebt een idee, want we moeten elke dag, dat is de opdracht, moeten we opschrijven waar we dankbaar voor zijn. Dus ik dacht, laten we van dit boekje, dit hartjesboekje, ons dankbaar boekje maken. Waar we dat elke dag samen inschrijven.
van dankbaarheid. Ja. Kom op, sta scherp.